Start zum großen Preis von Italien in Monza. Das ist der 14. Weltmeisterschaftslauf und Schreckensszenen gleich zu Beginn dieses Rennens. Am Ende der Startgeraden geht der vollgetankte Reservelotus von Ronnie Peterson in Flammen auf. Zahlreiche Rennwagen sind an der Carambolage beteiligt. Übersicht und Reaktionsschnelle beweist der Brite James Hunt. Er holt zusammen mit seinen Rennfahrerkollegen Arturo Merzario und Claire Gazzoni gleichsam in Sekundenschnelle den verunglückten Schweden Peterson aus dem Lotuswrack. Je ziet alleen maar natuurlijk chaos en rook en paniek. Er ontstaat dan in één keer een ijzige stilte. Die gaat bijna als een tsunami komt die over het circuit. Het enige wat ik toen dacht van ja, wat heb ik gedaan? Klaar. Je voelt je als een oudere, voel je toch verantwoordelijk voor zo'n jongen op dat moment snottaap. En ik heb me toen wel gerealiseerd van ja, wat moet je tegen die mensen, tegen die ouders zeggen? Als Jan zoiets heeft. Ja, je bent gewoon een autocoureur en dan pak je dat gewoon je pakt dat gewoon mee. Dat hoort erbij. Die keuze heb je al vroeg in je leven gemaakt. En dat is iets dat accepteer je. En dat probeer je op allerlei manieren, hè, door je gewoon je preparatie zelf van tevoren en je team. Je probeert dat voor te zijn. Maar goed, het had in die periode wel iets weg van Russische roulette.